Hoi, het is tijd voor een home tour, want jullie hadden het allemaal gevraagd. Ik ben hier samen met Francesca. Ja, we zijn samen. Papa en manlief zijn aan het werk, of is aan het werk. Voor haar papa, voor mijn manlief. Dus ja, ik denk het is nu even net even wat rustiger dan als Hielke zelf ook thuis is. Dus ik denk ik film het nu. Ik neem haar even mee, want ze is wat pieperig. Dus anders, ja, dan piept ze al de hele tijd in de box of in de stoel. Nou, daar had ik niet zo heel veel zin in. Nee hè, jij hoort er ook bij. Dus, we gaan even ons huisje laten zien. Oké, we beginnen hier. Ik sta hier nu precies voor onze deur. Die zal ik eerst even laten zien. Dat is waar ik stond. Dat is onze voordeur. Dus ik sta nu in de hal. Het is een appartement. Het is geen woonhuis met 3 lagen. Het is gewoon een appartementje. Dan weet je dat alvast. Het is niet gigantisch. Maar het is prima voor ons. We beginnen hier gewoon even. Naast de deur zit... Even kijken. Heb ik jullie nou ingezoomd staan? Nee. Oké. Naast de voordeur zit de wc. Ik heb dit leuke ding erop geplakt. Want dat vond ik leuk. Of opgeplakt, op laten hangen door mijn schoonvader. Mijn schoonvader is een held, want die heeft van alles en nog wat voor ons gedaan. Dit is de wc. Niet zo heel boeiend. Het is gewoon een wc. Niks meer, niks minder dan een andere wc in een ander huis. Hier staat nog een trap die binnenkort weggaat. En dit, ik weet niet of jullie hem herkennen, maar dit was eerst de kledingkast van Francesca. En die heeft zij nu niet meer nodig. Waarom laat ik je zo wel even zien. Dus wij hebben deze nu als voorraadkast. We hebben dit hier opgehangen en even wat random dingen. Het is trouwens echt niet goed opgeruimd. Ik hou daar trouwens ook niet van om alles helemaal netjes schoon te maken en op te ruimen. Dag schat. Hallo. helemaal goed op te ruimen omdat ik dan een video op moet nemen. Nee, dit is een huis waar een baby ook bij is. En dan is het gewoon een stukje rommeliger. We wonen er nu trouwens bijna 2 weken nu ik dit film. Ik zal even kijken of ik dit open krijg voor jullie. Dan kunnen jullie even spieken. Zo. Even zo. Nou ja, goed. Het is gewoon een voorraadkast. Niet meer, niet minder. Hier nog een emmer staan die ik even moet opruimen. De buggy. Sorry. De buggy. De buggy die gaat vanaf morgen in de schuur. Maar de schuur moet even opgeruimd worden. En we krijgen de grote diepvriezer van mijn schoonouders nemen we over. En die komt morgen. Dus daar wachten we even op. Hier staan de schoenen. Schoenenrekje. De jassen. En mijn 3 Boeddha schilderijen. Ik ben gek op Boeddha. Dat zul je zo wel zien. Gaan we eerst maar eens even met jouw kamer beginnen, toch? Ja, gaan we eens jouw kamertje laten zien, schat. Oké. Ik heb baby's room hier opgehangen. En we hebben deze op de kermis laten maken. Heel cool. En dan is dit Francesca haar kamertje. Ik loop zo naar binnen. Om jullie van dichtbij dingen te laten zien. Even zien. Het ledikantje staat hier. Dit is een prachtige muursticker die ik heb gekocht. Ik vind hem echt heel mooi. En ik heb de diertjes die je ziet, heb ik er los bij gekocht. En die heb ik met pinussen in de muur getimmerd. Die vlinders heeft ze van oma gekregen. Oma van papa's kant. Dat zijn glow in the dark vlindertjes. Hier heb ik 2 plankjes op laten hangen. Met 2 van die leuke dingetjes eronder. Boekjes staan hierop. En ze had van oma had ze kus en droom gekregen als letters. Ik vond het leuk om dat daarop te doen. Dan heb ik heb deze gekregen voor kerst. En ik vond hem wel heel erg leuk voor bij haar in de kamer. Die had ik al eerder gekocht. Het is hier nog een beetje een troep. Zoals je hier kunt zien. Dit zijn dingen die we gaan verkopen. Of die te koop staan. Waar nog niet op geboden is. Of niemand nog op heeft gereageerd. Die staan hier eventjes. Omdat we echt even een andere plek hebben. Maar morgen ruimen we dus de schuur op. En dan gaat het allemaal naar de schuur. Haar badstanden staat hier. Maar die hebben we nou niet meer nodig. Dus daar gaan we even wat anders voor verzinnen. Nou, dit kastje heeft ze van oma gekregen. En daar zitten al haar spulletjes in. En dat is een hele grote tas. Met allemaal kleine tasjes erin. Dit zijn stickers die ik heb gevonden bij zo'n eurowinkeltje. Ik vond ze super tof, dus ik heb ze op de deur geplakt.
Dit is trouwens haar kledingkast. Dat wilde ik jullie even laten zien. Die krijg ik nu natuurlijk niet open. Een moment. Oké. Haar kledingkast. We hebben namelijk een kast in de deur in de slaapkamers. Hier staan nog wat dingen wat er eigenlijk niet hoort, maar we eventjes geen andere plek voor hebben. Dus dit is haar kledingkast. We hebben kasten in de deur in de slaapkamer. Super handig. Vandaar dat ook haar kastje gewoon niet meer nodig was. Die hebben we hierop gehangen. Nou, die herkennen jullie denk ik wel. Haar letters zijn weg. Ik wil andere letters kopen voor op de muur. Die herkennen jullie ook wel. Die, dat is een klein krijtbordje. En een kist met allemaal speelgoed. Dan lopen we die kant op en lopen we richting de keuken. Dit wordt trouwens een beetje een lange video. Excuses moi. We gaan even het licht aanzetten hier. Oké. De keuken. De keuken is niet heel groot of wat dan ook. Maar dat hoeft ook helemaal niet. Je hebt hier een aanrecht. Zoals ik al zei, ik heb niet opgeruimd. Dus ik heb ook niet afgewassen. Zo. Fornuisje. Nou, in de laadjes. Nou, daar kun je van alles wel bedenken. Bestek, rommel en weet ik veel allemaal. Onze koelkast. Hebben we hier onze wasmachine. En de magnetron. En ook hier allemaal. Wat je trouwens hoort. Ik weet niet eens of je het hoort. Maar mocht je het horen. Dat is de afzuiger. Zo, we hebben een balkon. We hebben een balkon. Jongens. Waar nu echt gewoon fucking veel troep op staat. Sorry. Maar dat is gewoon zo. Loslaten liever. Niet aan het gasfornuis. En we hebben drinken buiten staan. En ik ga even Francesca even ergens anders neerzetten. En dan kom ik bij jullie terug. Okidoki, Francesca is even in de stoel gaan zitten. Verder, het is helemaal niet boeiend. Ik heb daar een leuk krijtbordje, die heb ik gekregen van mijn schoonbroer. Daar heb ik even het rooster van Manlief op geschreven, want dat vind ik wel makkelijk. Ja, en verder is het gewoon een doodnormale keuken. Ik heb nou al plannen, we wonen hier pas 2 weken. Ik wil gaan sparen vanaf nu voor een nieuwe keuken. Maar dat is een 5-6 jaar plan. Goed, dan komen we in de woonkamer. En de woonkamer ziet er als volgt uit. Ik heb Francesca daar maar neergezet voor Baby TV, want dat vindt ze leuk. Als je binnenkomt is dit wat je ziet. Ik zal even rustig proberen om alles een beetje in beeld te krijgen. Zo. Nou, en dat is, daar is onze slaapkamer. Zal ik even hierachter beginnen, want die is niet zo heel boeiend. We hebben daar de klok. Het is 6:15. We hebben hier een leuk schilderijtje. Magazines. Nou, ik bewaar de kranten erin. We krijgen de kranten van mijn schoonouders. Die hebben een abonnement. Hier hangen we de tas op. Normaal gesproken hangt ook de werktas van Manlief. Maar die is aan het werk. Dus die heeft de tas mee. Dan loop ik weer even een stukje terug. Dan kan ik een beetje fatsoenlijk laten zien. Dit is het dressoir. En het dressoir van ons heeft 6 grote lades. Let daar niet op. Dat zijn dingen die ik op de foto heb gezet vandaag om verkocht te worden. We hebben zoveel dingen. Dit is ons dressoir. Zo heb ik hem een beetje ingedeeld. Ik ben nog altijd aan het spelen, maar ik wilde graag heel veel kaarsen hebben. Er ligt ook van alles op wat gewoon niet daar hoort. Zoals een bankpas. Hoort daar niet. Francesca de vitamines. Francesca de vestje. Dat hoort helemaal niet. Maar oké. In ieder geval. In de lades. Ja, daar zit gewoon jongens. Daar zit echt troep in. Dit is echt zo'n rommela. En ik heb een la voor de papieren. Oh. Mochten er nog meer mama's kijken. By the way. Wat misschien handig is. Ik heb een la gemaakt. Voor Francesca. Ik verschoon Francesca hier gewoon op de bank. Ik leg daar een kleedje onder. Ik verschoon hier. Ik heb geen commode namelijk. Dus, mocht je dat ook zo hebben, ik heb gewoon een la. En dat kun je ook gewoon in een andere soort dressoir doen. Ik heb doekjes, spuugdoekjes, allemaal luiers. Zetpillen, noem alles maar op. Nagelschaartje, slabbers heb ik allemaal hier. Zodat ik niet altijd heen en weer hoef te lopen. Nou, verder is het niet zo heel boeiend. Het is gewoon een dressoir. We hebben hier, ik zal even pinpas omdraaien, want dat is niet zo heel interessant voor jullie. Dit is een oude pinpas. Hier doe ik de post in die binnenkomt, die nog gelezen moet worden of die moet betaald moet worden. Onze sleutel, ja, wat is het? Het is een doosje. Deze heb ik ook voor mijn schoonbroer gekregen. We houden echt van deze stijl, een beetje zoals je ook kunt zien. Hebben we hier foto's, nog meer foto's, 3 vaasjes.
Hielke zijn bril. Kaarsjes. Dat zijn oma, opa en mama. En mijn tante. En behalve mama zijn ze allemaal overleden, helaas. Dit is een hele leuke box die ik heb gekregen. Daar staat er van alles op. Oh, ik had al gezegd dat die lang werd, hè? Sorry. Dit is een hele leuke box memories. En hier passen dus van alles in. Ik heb hier bijvoorbeeld Francesca de navelstreng in. Hier wat random foto's van toen ik klein was. En hier kun je dus allemaal foto's in kwijt. Kijk nou. Ja, dat was mijn poppie toen ze heel klein was. Dus ik heb hier allemaal foto's. Allemaal in zitten. Zo. Nou, dat ruim ik zo meteen op. Hebben hier de tv. Met baby tv op dit moment. Dit is de tv-meubel. Mocht je trouwens dat horen. Francesca houdt echt van praten. Daar heb ik iets. Een leuk windlichtje staan. Met een kaarsje erin. Ik ga even de tv recht zetten. Dan. Dat klopt niet. Want het is de 27e nu ik dit film. Mijn boeddhaatje. Ja. En een kalendertje. Mijn modems, we hebben nog geen internet nu ik dit film. Maar als het goed is jullie dit zien, is dat de dag dat ik ze mag installeren. Hopefully. Oké, dit is mijn oma die helaas is overleden. Maar daar heb ik een hoekje voor gemaakt. Hebben we de vensterbank, die niet zo heel bijzonder is. Francesca haar racemobiel. Wat heeft u daarop te zeggen? Ja, oké. Nou, hier staat ook allemaal echt als je een baby hebt in huis. Het is echt troep. Maar goed, random dingen. Mijn boeddha. Leuke kaartjes die we hebben gekregen. Een vaasje. Nog meer boeddhatjes. Windlichtjes. Nog meer boeddha. Ik hou van boeddha. Troep. Deze lamp gaat hier weg. Die is van mijn schoonouders. En dan is... mama viel bijna. Dan is dit onze bank. We hebben een loungebankje. Niet al te groot. Random spullen. Kussentjes. Prima. Onze salontafel. En hier heb ik twee mandjes. En nog meer troep en zooi. Oh, ik moet alles echt nog een beetje keurig opruimen. Maar oké, daar heb ik even nu geen tijd voor gehad. Mijn boeddha. Tissues. Onderzetters. Flesjes. Mijn cupcakes die ik heb gemaakt. En dit is gewoon een leuke etagère die ik van Hilke heb gekregen. En nou heb ik een paar schuimpjes op zitten alvast. Francesca, haar box lijkt een beetje een troep. Maar dat gaat eruit als ze erin gaat. En dan kan ze spelen. Onze tafel. Dit is trouwens onze lamp die hierboven hangt. En daar, ik zal straks even de sticker laten zien. Daar hebben we ook een lamp, of course. Ik heb een etagère te staan en we hebben gekozen om geen tafellaken te nemen. Ik vond het niet zo, weet niet. Ik heb wel een tafelloper en ik vind hem super tof, want het gaat over Italië en daar ben ik geboren. Oké, in ieder geval, mijn mooie etagère. We hadden nog niet echt, ja, we hadden wel een fruitmand, maar die vond ik eigenlijk niet zo heel bijzonder. Dus ik denk ik doe mijn fruit lekker hierop. Ik vind het er heel leuk uitzien. Suffertjes. Koekjes, dat kan niet ontbreken. Mijn telefoon ligt er, ligt een speen, oké. Voor op de muur heb ik gekozen om dit te doen. Dit is een plankje met allemaal gerechten in het Italiaans. Vond ik trouwens heel leuk, heb ik hier gewoon gevonden bij zo'n eurowinkel. En dit bestek vond ik bij de Zenos. En die waren toen in de aanbieding voor 1,50 per stuk. En dat vond ik echt heel tof, het is een krijtbordje. Maar ik denk, ja, dat maakt het echt een beetje af bij de eethoek. Daar staat een lamp, maar als die andere lamp weggaat, komt die daar te staan. Zou je nou even de sticker laten zien? Want wij hebben hier een sticker laten maken. Voor Francesca. Zo. En het klokje heeft geen batterij. Dat blijft gewoon staan op haar geboortetijd. Om 34 over 4. Yeah. En hier komt nog deze te hangen. Die. En die vind ik heel cute. Maar die komt daar nog even te hangen. Maar ik moet even mijn schoonpapa even lief aankijken of hij dat nog even wil doen. Die man die wordt echt gestoord van mij, denk ik. Boven de deur hebben we Family Rules. En dan is dit onze slaapkamer. Er ligt erop. Ja, en daar ligt ook wat. Ja, oké. Ik zal even hier ook het lampje aanzetten. We hebben, even kijken. Ik heb hier... de stofzuiger staan, want we hebben geen andere plek. En een strijkijzer en strijktafel.
Deze kast herkennen jullie vast wel. We hebben er alleen geen deuren in laten zetten. Hier heb ik al het... Ja, douche... hoe heet dat? Handdoeken. Hielke zijn truien, want hij heeft ontzettend veel truien. En hier allemaal het hanggedeelte met daaronder het beddengoed. Hier bovenop nog wat random dingen. Hier heb ik even wat hangen wat ik even wilde hangen. Oh, je Francesca gaat piepen. Wat is er aan de hand? Hey! We hebben hier het bed. Het bed is gewoon allemaal hetzelfde gebleven. Ik heb er een spray overheen gegooid. Man lief is naar het werk, dus die laat allemaal dingen slingeren. Of course. De wasmand, let er alsjeblieft niet op, maar ik moet het wel bij mij kwijt. Dan, let trouwens niet op Francesca, die is een beetje pieperig. Hebben we dit hierop gehangen. Francesca, haar kunstwerk voor papa. Toen papa jarig was, die. En... Die, prachtig kunstwerk. Dit kastje herken je misschien ook. En daar zit mijn make-up in. Ik zal je even een sneak peek geven. Want ik ga hier nog een video van opnemen. Is nog niet helemaal opgeruimd. Helemaal goed. Maar ach. Oké. Het is even goed voor nu. Mijn parfum staan er. Bakje die ik elke dag... er zitten nou random spullen in. Dat is een doos die nog weg moet. De wasmand. Dit zijn nog allemaal random spullen. En hier zit ondergoed in. Niet boeiend om jullie te laten zien. Daar zit een bak met allemaal opladers. En hier staan nog wat random spulletjes. Dit zijn mijn sieraden. Dan heb ik dit ding nog gekocht. En daar kunnen een heleboel schoenen in. We hebben een beetje tot de helft gevuld nu. Voor de extra schoenen. En dan is dit onze kast. Heel bijzonder, heel bijzonder nat. Er staan ook echt allemaal spullen in waarvan je denkt, what the hell? Maar dat moet er even hangen. Dan gaan we als laatste naar de badkamer. Wij kunnen vanuit de slaapkamer naar de badkamer. En de badkamer, schrik niet, het is echt minuscuul, maar dat geeft niet. Ik ga even proberen of ik het licht aankrijg. Ja. Oké, de badkamer, als je hier staat, dat is onze slaapkamer. Francesca, mama komt eraan, lieverd. Sorry. Heb je hier, heb ik mijn producten. En dan heb je hier zo... Hallo, hier zie je de camera. Zo, en dan heb je aan de andere kant de douchecabine. Met een hele grote douche. Zo, hij is echt heel klein, maar weet je, wij hebben altijd maar zoiets. Hallo, wij hebben altijd maar zoiets van, je hoeft er niet je broodje te eten, je hoeft er niet in te leven. Het is prima zo. Dus, ik ga afsluiten. Ik zal jullie even omdraaien, want dit ziet er natuurlijk ook niet uit. Ik ga afsluiten. Jullie hebben mijn huisje nu gezien. Het is echt een beetje een lange video geworden. Sorry. Ik ga Francesca oppikken. Want die is echt een beetje huilerig aan het worden. En laat me weten wat je van het huisje vindt. Let niet op de rommel. Dus daar hoef ik eigenlijk ook geen comments over te krijgen. Van, oh, het is niet opgeruimd. Nee. Nou en? Is jouw huis altijd perfect opgemaakt? Of opgemaakt? Opgeruimd? Nee. Dus, ik hoop dat je het leuk vond. En ik wil je heel graag bedanken voor het kijken. En tot de volgende keer. Doeg!